blijven staan. Wat mist u het meest aan hem? Zijn liefde. Zijn liefde in die zin als mens. Het was zo'n geweldig mens. Kijk, iedere keer naar de deur denk ik, ja, wanneer komt hij binnen? Want hij was overal. Dus je mist hem gewoon op bepaalde momenten. Iemand die ik altijd weer tegenkwam en zag. En dus ja, als een bondgenoot zag. Wie zijn hier allemaal? Vrienden, kennissen, oude liefdes van Fabiola. Die zijn hier allemaal. Ieder zo met zijn of haar eigen herinneringen aan Fabiola. Ja, toch als een hele kleurrijke, vlinder, flamboyant persoon. Zo herinner me ik haar hem. Ja, de gekste dingen meegemaakt met Fabiola. Bijvoorbeeld, hij nam mij mee naar het boekenbal. Ik hoef geen kaartje, zegt hij, want ik ben bekend. Nou, binnen 5 minuten waren we eruit gegooid. En dat ik Fabiola ongelooflijk dapper en moedig heb gevonden. En daarmee heel erg belangrijk voor Amsterdam. Gisteravond werd ook de documentaire Fabiola Levend Kunstwerk vertoond. Over haar laatste dagen en afscheid. En wat blijkt, zelfs na zijn dood weet Fabiola nog altijd mensen te verbinden. Nou ja, voor ons was het extra leuk, want het was onze eerste date. Onze ook eerste nog, afspraak. Ja, 1 februari 2013. Op het kerkhof. Mooi begin van... Heel bizar.